En leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrex, de enige echte. Het is maandagavond. Ik had al een keer een vlog opgenomen en ik wil even mededelen. Ik heb wat problemen. Problemen met mijn camera. Op de een of andere hele gekke manier heb ik elke keer een probleem dat hij mijn bestanden niet pakt. Ik heb al een ander kaartje geprobeerd. Ik heb hem nu weer geformateerd. Ik ben zondagavond ben ik naar een locatie geweest om ook een vlog op te nemen. Die vlog die krijgen jullie nog te zien. Alleen is de vlog een half uur korter en er zit er geen einde aan, omdat hij het laatste stuk niet gepakt heeft. Ik heb ongeveer een half uur ben ik kwijt. Footsie, bestand was corrupt en daar heb ik de laatste paar dagen een beetje last van. Ik weet niet hoe het komt, waarom het is, maar de bestanden die, of hij pakt ze niet, of als ik een bestand kijk, dan zijn ze corrupt en werkt het niet. Dus ja, het is even allemaal een probleem allemaal. Ik kom in ieder geval weer met een paar nieuwe vlogs. De vlog van mijn tripje een zondag. Locatie is nog geheim. Ga ik nog niet verklappen. Dan moeten jullie maar de vlog bekijken. Die komt nog online. En er komt ook nog een aankondigingsvideo. Want ik ben weer met wat nieuws begonnen. Ik heb weer een nieuw idee voor op mijn YouTube kanaal. En daar komt nog een aankondigingsvideo over wat het precies is, wat ik ga doen, hoe ik het ga doen. En een beetje een uitleg van hoe of wat allemaal. Allemaal nieuwe leuke dingen in ieder geval. Ik hoop dat mijn camera dat het probleem snel oplost, want het is echt super irritant. Ik heb gewoon 30 minuten aan filmmateriaal, ben ik gewoon verloren. En een zaterdagavond of vrijdagavond ben ik ook 10 minuten kwijtgeraakt. Ook door dezelfde storing. Inmiddels ook het kaartje. Nu heb ik het kaartje via de camera. Heb ik gereset, geformateerd. Ik hoop dat dat het probleem oplost. Ik vond u in ieder geval wel eventjes. Vond ik het zover om eventjes te zeggen van wat er precies aan de hand is. Daar wil ik nog even een video over maken, maar ja, mijn camera die doet het dus niet. Dus ik hoop dat dat snel opgelost is en ik hoop dat deze bestand het wel doet. Zodat ik deze film kan uploaden. En dan weten jullie in ieder geval een beetje wat op de hoogte. Zijn jullie dan op de hoogte van wat er nou een beetje aan de hand is. Want ja, het is even rot, even kloten. En ik ga proberen om daar snel oplossing voor te vinden, zodat het probleem opgelost is. Want ik wil gewoon leuke video's maken. En als ik op pad ga en de helft van de vels zijn corrupt, of ik heb helemaal niks opgenomen, of ik heb wel wat opgenomen, maar als het dan op de computer komt en er staat allemaal corrupte vels op die ik niet kan openen, dan schiet het ook niet echt op. Nog eventjes terug te komen op mijn laatste vlog. Dat was Europa Park, waar die grote brand geweest is. Een verschrikkelijke brand. Is enorm veel bekeken deze vlog. Was eigenlijk niet de bedoeling om dat het een vlog zou zijn die veel kijkers aantrekt. Het is geen clickbait video, maar die video is wel heel erg goed bekeken en heeft best wel veel kijkers getrokken. Ik heb zelfs een berichtje gehad van DaVinci Games, vond ik wel ontzettend leuk, want ja, DaVinci Games is toch een van de YouTubers waar je een beetje tegen opkijkt. Is natuurlijk groot, heeft veel abonnees, veel kijkers. Dus dat is wel, ik vond het wel ontzettend leuk ineens dat hij ineens een berichtje achtergelaten had. Ja, de video is natuurlijk wat minder natuurlijk, want het ging natuurlijk over de brand bij Europa Park. Maar het was wel ontzettend gaaf en leuk was het dat hij een berichtje achterliet. Dus daarbij nog Vincent bedanken voor je reactie. Ik hoop dat je geabonneerd bent. Abonneer natuurlijk even op It's Ultrex. En de abonnees lopen lekker jongens. Het gaat goed met de abonnees. Momenteel gaat het echt als een
als een trein lopend. Ik had al een paar keer gezegd en dan had ik een vergissing gemaakt. Ik zeg elke keer dat ik maar 200 abonnees heb, 200 zoveel. Maar het zijn er inmiddels 316 abonnees zijn het. 316 abonnees op It's Utrex. Echt een fantastische mijlpaal. En zeker te weten, reden om nog door te gaan. En als mijn camera het toelaat, om nog hele leuke video's en filmpjes voor jullie te maken. Nou, kijk, hier is dit in ieder geval. Ik kan het even laten zien. 316 abonnees. En ik heb inmiddels bijna 60.000 weergaven. Dus het gaat goed, jongens. Het loopt als een trein. Loopt het. En het gaat de goede kant uit. Ik heb verder niet echt veel meer te melden. Ik wou toch even deze video maken, zodat jullie weten dat ik een beetje problemen heb. En dat ik ermee bezig ben om het op te lossen. Zodat ik weer gewoon zonder problemen video's en vlogs kan opnemen voor jullie. Er komen dus nog in ieder geval nog een paar video's komen er achteraan. En ik ga ook nog natuurlijk weer uiteraard weer nieuwe video's opnemen, vlogs opnemen. En die zal in de loop van de week zal die komen. De aankondigingsvideo komt ook van de week. En daar krijgen jullie nog wel. Dan moeten jullie even de volgende vlog kijken. Dan kunnen jullie zien hoe of wat. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Utrex. 316 abonnees. En ik spreek jullie gauw weer bij een nieuwe livestream of vlog hier op mijn kanaal. Bedankt allemaal, de groetjes allemaal van deze kant. En jullie weten het allemaal al. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.